in de Keesvlog. Leuk, dus eindelijk. Hele, ik zit daar aan tafel. Dag, ik ben Jacqueline. Hallo. Waar zijn jullie? In Nieuwspoort, de Heilige der Heiligen op het Binnenhof. En daar zenden wij vandaag uit. En daar verderop zit straks de premier. Hier staat de premier. Dit was er bij het vorige kabinet nog niet. Dat is altijd helemaal voorbereid, hè? Stel dat er nog iets over Zwarte Piet wordt gevraagd, dan zou ik het dan zeggen. Ja, daar moet ik dan natuurlijk een beetje genuanceerd over praten. Geen olie op het vuur gooien. Kan je zien op Politiek 24? Ik ga nou daar even weer. Zeg je ook steeds, hi, leuk dat je kijkt? Ja. Hi, leuk dat je kijkt. En vind je deze video leuk? Druk dan een duimpje hieronder. In Nieuwspoort, als iemand daar iets zegt, mag je dat niet doorvertellen. De Nieuwspoortcode is een code. Dat we entre-nous zijn en alles wat daar gebeurt, mogen zij daar niet weten. Goedemiddag en vandaag Politieke Café vanuit Nieuwspoort. En de muziek, jazeker, die is van Jacqueline Govaert. Vlog. Oh, de Keesvlog. Leuk. Oh, leuk. Je weet er niet zoveel van. Ik doe wel zingen. Ook meer geld uit moet geven aan cultuur en bijzonder ook aan de muziek. Ja, het is een hele leuke discussie. En het is daar natuurlijk ook niet per se makkelijker geworden de laatste jaren. Dat het zo veranderd is met de cd-verkopen en downloaden en streamen. En het bouwt wel weer op, alleen het is ook een andere situatie geworden. En met name muziek op school natuurlijk. Muziek maken is zeker zo goed voor de hersenen als rekenen. Dat houdt alles helemaal in balans. Dus ik vind het heel bijzonder dat daar zo op bezuinigd wordt. Maar ja, ik ben niet helemaal objectief, uiteraard. Nee, maar ik ben het wel met je eens. De sociaal-democratie van de Partij van de Arbeid. Sinterklaas daar worden ingezet. Daar zit hij. Nou, dat is natuurlijk net al genoemd. Dan was het maar dat hij hier te gast wil zijn. Want, dat was omdat Jacqueline Govaert kwam. Ja, misschien moet zij dat elke week komen. Want tot nu toe zijn de meeste bewindslieden nogal terughoudend. Ik kan me heel veel voorstellen dat bewindspersonen even wachten. Want waarom zou je nu aan tafel schuiven op het moment dat je aan het inlezen bent, aan het inwerken bent, dat je echt je vingerafdruk op die eerste plannen wilt zetten? Dan lijkt me het moment om hier aan tafel te schuiven, het moment dat je ook echt iets te vertellen hebt. Ik ben van de selfie aan het maken. En ik ben ook wat gaat deze minister doen. Nou, daar hopen we zo meteen meer over te horen van de minister. Het liefste willen wij dat op het moment dat we zorg nodig hebben, dat we er dan ook gebruik van kunnen maken. Dat het er is voor ons, ook als je er misschien niet je hele leven in hebt verdiept, maar dat het makkelijk toegankelijk is, dat het betaalbaar is. Hallo, hoi. Hoi, hoi. Maar precies zoals ik hem altijd zie. Oh nee, ik weet het niet. Hier zo? Dat is makkelijk. Dankjewel. Ja, wij hebben er wel wat zin in. Heel lekker zeg. Frietjes. Ik wens u een heel fijn dag. Zijn ook onderwerpen waarvan je denkt, dat is toch wel heel ingewikkeld. Ik vind nu nog heel veel onderwerpen ingewikkeld, maar bijvoorbeeld de betaalbaarheid van de zorg, dat is zo'n macro begrip. Maar ja, hoe zorgen we ervoor dat de ziektekostenpremies de komende jaren niet al te zeer stijgen? Wat voor interventies kun je, wat voor maatregelen kun je nemen? Dat gaat vooral heel snel voorbij. Er zit één, 2, 3, 4, 5 mensen aan tafel. Nou ja, als je dat deelt door het nieuws, een nieuwsflik, een ramp in Egypte, dan vliegt het om. Ja.